Zondag 7 april 2002 was mijn dag. Daar stond ik dan in de catacombe van het mooiste stadion, de Kuip in Rotterdam. En vandaag zou de dag zijn dat mijn droom zou uitkomen. Links van me keek ik en ik zag Pierre van Hooydonk, Paul Bosveld, Shinji Ono en mijn teamgenoot nog een jaar daarvoor, Robin van Persie. En dan gingen we samen het veld op. Het gekletter van de voetbalschoenen hoorde je en iets wat je normaal eigenlijk alleen maar op tv hoort, wanneer ze met de camera dat volgen. En nu sta ik daar zelf, richting de middenstip. Onderweg naar de middenstip kijk ik links, rechts, hoor 40.000 man juichen, schreeuwen. Vlaggen achter de goal wapperen, fantastisch mooi weer. En dit is waar ik het voor gedaan heb, dit is waarvoor ik geleefd heb. Altijd alles opzij gezet om daar op dit veld te mogen spelen, om 40.000 man te mogen vermaken met voetbal. Mensen die van buiten kijken, misschien wel op de tribune stonden en dachten, wauw, daar wil ik ook staan, waar die jongen staat. En jongens die komen kijken, die dromen om ooit op die plek te staan waar Levi staat. Om ooit die wedstrijd Feyenoord-NAC te kunnen spelen. Maar wat mensen niet wisten is dat er achter dat mooie leven, dat Levi begon het grip op zijn eigen leven eigenlijk steeds meer te verliezen. Ik raakte op een gegeven moment geblesseerd. De club zag mij niet meer staan, trainers zagen me niet meer staan. Ik kreeg ruzie thuis. En beetje bij beetje werd alles minder. Het had zijn weerslag op de relaties die ik had. En op een gegeven moment was ik eigenlijk helemaal alleen. En zat daar in een leegte die eigenlijk niemand kon vullen. Toen ik opgroeide had ik altijd een droom. Ik groeide op in de kerk. Groeide op met het woord van God. En ik had een droom om mensen te vertellen van de liefde van Jezus. Maar ergens onderweg heb ik die droom kwijtgeraakt en kwam eigenlijk alleen maar voetbal op de eerste plaats. Koningvoetbal. En beetje bij beetje raakte ik mijn relatie met God vervaagde, maar daardoor ook mijn relatie met mijn ouders. En eigenlijk in het opgroeien in de voetbalwereld, waar het gaat om geld, seks, roem, auto's, iets wat ik dacht dat zal mij nooit raken, daarin werd ik eigenlijk meegenomen. En dan kwam ik erachter dat hoewel ik mijn leegte probeerde te vullen met allerlei zaken, met geld of weer een keer weggaan of weer een keer een nieuwe vrouw of wat dan ook, merkte ik dat niks kon mij vullen. En was er één schreeuw van: Heer, als u nog werkelijk bestaat, als u werkelijk van me haat, als u daar echt bent en als u mij hoort, spreek dan tot mij. En door het nummer van een gospel cd heen hoorde ik duidelijk de stem van God die zegt: jong, hey, waarom ren je weg van mij? Hier ben ik. Wanneer iedereen je verlaten hebt, al je zogenaamde vrienden, al je so-called friends, zei de cd. Het was alsof het voor mij geschreven was op dat moment. Wanneer ze je allemaal niet meer bellen, wanneer ze allemaal niet meer naar je omkijken, weet dat ik heb je altijd gevolgd. Ik heb je altijd gezien. En wanneer ook al ben je 1000 stappen van me verwijderd, is slechts één stap terug. En ik sta hier te wachten met open arm. En vanaf dat moment heb ik een radicale keuze gemaakt om te zeggen: ik wil niet meer die rebellerende zoon zijn. Ik wil niet meer die opstandige zoon zijn. Ik wil niet meer die zoon die bekend is van het verzet, die doet wat hij zelf wil. Ik wil een zoon zijn van een levende vader. Ik wil een zoon zijn waar een vader trots op kan zijn. Ik wil een zoon zijn die naast zijn ouders gaat staan. En van die dag heb ik die keuze gemaakt om te leven voor Jezus. Om herstel te zoeken met mijn ouders. En een ander leven te gaan leiden.